Hallo iedereen, van harte welkom op mijn YouTube kanaal en super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe serie op mijn kanaal Den aan Den. Ik maak al jarenlang let's plays, maar dit is een moment wat best sick is, want dit is de allerlaatste PlayStation exclusieve game van deze generatie. Ghost of Tsushima is met recht de laatste game die op de PS4 generatie gaat verschijnen, wie zo groots is als deze exclusieve titel. Dus we hebben The Last of Us Part 2 gehad, nu Ghost of Tsushima. En nu is het gewoon wachten. Er komen alleen nog maar derde partij games als wat grote Ubisoft titels. En denk aan Cyberpunk. En dan zitten we letterlijk in de PlayStation 5 generatie. Dus ik ben best wel blij, hyped. En het is gewoon interessant om te zien dat dit dus de laatste game van de PS4 generatie wordt. We klikken op hoofdtelefoon, want die heb ik op. We gaan de game spelen op moeilijk. Ik vrees de dood zeker niet en ik wil voor de ultieme uitdaging gaan. Mocht het nou te moeilijk zijn gaandeweg en denk ik, nou weet je wat, normaal speelt wel wat lekkerder voor een simpele let's play. We doen hem wel moeilijk op een ander moment. Dan zien we dat vanzelf wel. Maar ik ga nu eventjes spelen op moeilijk. Er zijn verschillende keuzes. Namelijk, je speelt of Engelse dialogen met Nederlandse ondertiteling, of je speelt het echt official samurai Japanese met Japanse dialogen en Nederlandse ondertiteling. Alleen dan hoor je dus de hele game lang Japanse stemmen. Of je speelt hem helemaal Japans. Als een super oude ninja samurai film. Super cool dat het erin zit. Het is natuurlijk niet helemaal de bedoeling voor mijn let's play. Dus ik denk dat ik hem gewoon Engels en Nederlands doe. En dan start bij deze. Ons avontuur van Ghost of Tsushima op mijn kanaal. Grote dank aan PlayStation Nederland voor het vroegtijdig verzenden van de game. Ik heb de game al binnen sinds juni, terwijl de game uitkomt in juli. Mongol Empire is invading our home. They are brutal. Relentless. Unstoppable. We are 80 samurai against an army, fighting to slow the invasion. Today, I die for my people. There must be thousands of them. We will face death and defend our home. Tradition, courage, honor. They are what make us. We are the warriors of Tsushima. We are samurai! Nobodachi, go break their spirits. Hey! Outsiders, send your finest warrior to face me. Nada, Jinnida. I am Haru Nobuadachi, descendant of the legendary Yoshi Nobuadachi. Mercy! No mercy! Open fire! Full Tsushima!
dit is gewoon al actual gameplay. Aflevering 1, Ghost of Tsushima op mijn YouTube kanaal. Oh shit. En daar staan we dan. Ghost of Tsushima actual gameplay. Ik neem dit dus op 1 juli. Ik heb de game al binnen sinds juni, wat ik zei. Grote dank aan PlayStation. Super sick dat ze me deze game al gunnen om vroegtijdig te kunnen opnemen. Maar hier gaan we dus beginnen. We spelen 4K HDR. Ik ben benieuwd hoe het op YouTube over gaat komen. Maar na The Last of Us Part 2 te hebben meegemaakt en al die grofheid en gruweldaden in die game, is dit eigenlijk even bloeddorstig en even gruwelijk, maar op een totaal andere manier. L1 is een soort van blok, hè. Dit is normaal rennen. L2 doet niks. R2 doet niks. Sprinten waarschijnlijk. Nee, ook niet. R1 doet niks. Dus we hebben alleen L1. We hebben vierkantje. Gek, hé? Nou, ze gaan het verder nog uitleggen. Let's go, jongens. Wat? Wat was dat, hé? En na flink wat te hebben gemapt, heb je deze gasten hier. We hebben dus verschillende movements. Rondje doet dat. Zie je alle kanten op. Dan heb je het parryen. En verder zal ik beter moeten worden in de gameplay, maar... deze gasten, joh. Proberen nog weg te kruipen uit dit bloedbad. Where all that's left? There is only one path for us. Find the Mongol leader and end him here. I'll fight beside you to the end. I know. Het is een best heel groot opgezet gevecht. There. The Mongol leader. I'm ready, uncle. We end this. Mm-hmm.
Oh jeetje. Oh, pijlen in zijn rug. Cousin of Kublai, grandson of Genghis. Brother, you are a warrior. I can see that. You trained your whole life for this. And you have won battles that lesser men have called unwinnable, yes? But while you were sharpening your sword, do you know how I prepared for today? I learned. I know your language, your traditions, your beliefs, which villages to tame and which to burn. So I'll ask you once again, samurai. Do you surrender? Ziet er wel gezellig uit zo. Goed begin van een spel. Haha, ik ben dood. Oké, ik vraag me nou af wat er precies... Ja, precies. Wat is er gebeurd? Hij vraagt het zichzelf af. Ik vraag het me af als speler. Ik kan alleen maar vooropstellen... Dit is dus het volgende spel van de makers van Infamous. De studio daarachter heet Sucker Punch. En dit is een mega ambitieus project. Het is echt een vrij ambitieuze PlayStation-exclusieve titel. Als je bedenkt dat Sly Cooper komt van Sucker Punch. En daarna Infamous. En nu dus... Ghost of Tsushima. No weapons, just supplies. Met een soort Assassin's Creed en Witcher vibe in samurai tijd. Someone worked hard to keep me alive. Need to keep moving. Maar ik let dan wel, als ik kritisch mag zijn, op bepaalde technische aspecten. En ook kan dit zijn dat ik dit opneem op 1 juli. De game heeft nog geen day one patch. Ik neem dit dus 2,5 week voor release op. Maar de gameplay lijkt heel smooth te zijn. Maar net dat filmpje, die cutscene, die leek een beetje te haperen ofzo. Ik ga sowieso eventjes het een en ander aanzetten. We hebben moeilijk. Dit vind ik allemaal prima staan. En dit ziet er ook goed uit. Dan hebben we het geluid. Dat is mijn hoofdtelefoon. Het
Gelukkig kun je dit ten alle tijde aanpassen. Dus we zouden ook een keer naar Japans kunnen gaan om te kijken wat dat doet voor de ervaring. Verder vind ik dit ook allemaal goed staan. Dan wil ik kijken bij beeld. En mijn high dynamic range staat aan. Ik denk dat deze wel naar 20 mag. En deze zo naar 70. Dramatisch contrast. Kijk, en dit was het dus. Alleen beschikbaar op de PlayStation 4 Pro console. De makers van de game en dus ook PlayStation hebben mij aangeraden om deze game, als ik hem op een Pro zou spelen, op een hoge resolutie af te spelen als je een 4K TV hebt. Voor mensen met een 1080p display kun je beter op hogere framerate gaan, want dan kijk je toch naar 1080p en dan heb je een ervaring die meer smooth is. En verder vind ik het wel leuk om eventjes te kijken wat nou precies de controls zijn. We hebben natuurlijk een gigantische touchpad aan het midden van onze controller zitten. En als je erop drukt, dan kan je focussen. Dan kan je dus luisteren. Een soort Witcher senses ga ik het mee vergelijken. Maar vegen is de wind plus gebaren. De leidende wind leidt jou naar objectives en gebieden in het spel. We hebben dus blokkeren. We hebben richten met afstandswapens. We hebben schieten met afstandswapen. En we hebben snelvuurwapens. Dat zijn de L1, L2, R1, R2 knoppen. We hebben een zware aanval met driehoekje. En we hebben een normale snelle aanval of een sluipmoord met vierkantje. Dus de zware aanval ben ik helemaal vergeten te testen net. Dan heb je dus dodgen, uitval, zo staat het omschreven, met rondje en springen met kruisje. We hebben een fotomodus. We kunnen ons healen met pijltje naar onder. We kunnen paard roepen, pijltje naar links. Tweekamp, ook geen idee. Dus even snel ingedrukt houden. Nou, dat kan nu nog niet. Healen kunnen we ook nog niet. Dit is de fotomodus. Die is fucking goed, zoals je ziet. Dat is een beetje de fotomodus die ik heel erg waardeer in Assassin's Creed. Dat je heel snel, heel makkelijk een fotomodus kan maken. Dus dat is ook fijn. Nou, oké. Let's go. Mongols. Dit is het karakter dat wij zijn. Als het goed is, heet hij Jin. Someone saved me. Hit me back here. Maybe they have my sword. Zoek je katana. Oh, kijk, en nou zijn we al in stealth gameplay, want de Mongols die zijn samurai territory ingetrokken. Zoek in het huis naar je katana. Someone was sharpening their blade. A warrior. My armor. Broken. But better than nothing. Ik wilde net zeggen, maar beter iets dan niets. My sword. Not here. You're on here. I'll take care of this. Please hide. Oh, oh, don't hurt me. Shield, Lomini. Rice. I have some rice. Please take it.
are you? I'm Yuna. You want your sword? Follow me. How long was I out? Long enough for the Mongols to conquer half the island. Oké, okay, door dit in te drukken, R3, hurkjes hier. Let's move. This way. Wait. There's nothing we can do for her. But I can save the others. Tot nu toe. Hoe doen we dit? Battlefield. Forget him. Wow, first person zit er zelfs in. Tot nu toe echt een vrij ambitieuze exclusive. Waar we nog van moeten afwachten hoe de verdere gameplay is. Yuna, wait. Lord Shimura is my uncle. You're Jin Sakai. The Jito's nephew? I have to know. Did he survive? I think so. The Mongols took him prisoner. Where did they take him? East, along the coast. Toward Castle Kanada. They must be holding him inside, celebrating their victory. I could take them by surprise. You'll be killed. Or I'll rescue Lord Shimura. Then help him drive the Mongols into the sea. He can contact the Shogun. Call for reinforcements. I didn't nurse you back to health to watch you throw your life away. Why did you save me? I couldn't leave you to die. I need your help. Lord Shimura can help our whole island. And he's the only family I have left. Let's move. Wat ik bedoel met hele ambitieuze exclusive is dat Sucker Punch natuurlijk bekend staat van Infamous. Wel open wereld, maar kleine open wereld. Hele hoge graphics en superpowers. En dan gaan ze opeens naar deze Japanse game, zeg maar. De Japanese style. Samurais versus ghost versus ninjas. Maar het is tot nu toe nog vrij lineair. We zitten natuurlijk in het begin van het spel. Ik heb verder nog geen idee wat ik moet en kan verwachten. We gaan gewoon Yuna volgen en we zien wel wat het spel ons brengt. Ik zie allemaal plekken waar je het gebouw op kan, als je dat zou willen. Shit. They cleared the road. If we cross, someone's bound to see us. I'll take that chance. Wait. Look out. Now. Come on. Hey, zijn die gasten achterlijk of zo? Waarom ziet niemand ons? More guards. We'll take the rooftops. Up here. You climb roofs, scavenge battlefields. You're a thief. When I need something, I take it. Like my katana. I traded it for food and medicine. You what? Don't worry. We'll find the buyer. Get your sword back. Het zijn niet de meest natuurlijke animaties als je het moet vergelijken met een game als The Last of Us 2. Maar goed, die overstap van The Last of Us 2 naar deze game valt ook niet te vergelijken.
voorraden. Ik denk dat deze game echt bij een heel groot publiek in de smaak gaat vallen. Omdat het een mix is tussen actieavontuur en bijvoorbeeld een game als Sekiro en Nioh. Right? Een soort gemixt stijltje tussen... Ja, wat mensen waarschijnlijk tof gaan vinden. En als je waarschijnlijk beter bent in de fighting mechanics uiteindelijk... gaat het alleen nog maar vetter en vetter worden. Want tot nu toe is het puur inleiding tutorial. Zo van, nou, dit is er aan de hand. De Mongolen hebben ons aangevallen en... wij zijn een neef van die, een belangrijke guy. Ik heb verder nog geen idee. The man I traded your sword to lives just up ahead. Dus de game moet zeg maar nog op me groeien. Maar mijn eerste indruk is dat het er vrij gelikt uitziet. Stand watch. I'll search the house. You will answer for this. Maybe they hid your katana. It must be here. Zie je, het ziet er echt vrij gelikt uit. Ik weet wel dat je van het stijltje en van het type spel moet houden. Maar wat er verder nog allemaal in het spel zit, dat weten we natuurlijk dankzij trailers en dergelijke. Dat gaat heel interessant worden. Dus laat de game op je groeien. En we gaan er vanzelf achter komen, spelonderwijs. I am Jin Sakai, nephew to the great Lord Shimura. Hier, neef van Shimura. And I am no coward! Your enemy is no match for you. But? You still lack control. I was practicing. With your father's weapon? The sword of Clan Sakai. Has saved lives and ended wars. Who did this to you? No one. I will teach you to defend yourself. I know how to fight. To master your blade, you must first control your emotions. I can do that, Uncle. Show me. Let's see what you've been practicing. Try to strike me. Yes, Uncle. Okay. 4 snelle aanvallen, zware aanvallen en 3 hoekje is... I'm ready. Ja, rustig maar. Ik ben just enjoying the scenery. Try to strike me. It is your turn to attack, Jin. It is your turn to attack, Jin. Wat vet dat dit zich dus afspeelt in zijn gedachtes aan deze tijd. If you had fought like that, your attacker would not have bruised you so easily. It wasn't a fair fight. Imagine his return to finish what he started. And he'll use every dirty trick he knows. How will you defend yourself? He's big, but I'm quicker. I'll stay out of his reach. Wait for him to get tired. Then drop him with one strike. Good. A samurai must always fight with patience and discipline, even when his opponent resorts to trickery. I'll remember, Uncle. Now, break through my defenses. Show me Jin Sakai is a warrior of great courage. Druk op driehoekje verdediging breken en vijand verdoven. Vierkantje voor een snelle aanval. Break my block with a heavy attack, then strike quickly. A heavy attack will unbalance your foe. Follow with a quick strike. Sick dat we onze oom in elkaar slaan met een houten stok. A heavy attack will unbalance your foe. Follow with a quick strike. Enough! I yield. You let me win. Not at all.
If you held a real sword, I would be dead. Really? I would never lie to you, Jin. Now for a change, try to block my attacks. I will not go easy on you. Hold your blocking form. A fine block. Good form. I'm sore. Can we take a break? We're not finished yet. Find your resolve and fight through the pain. Good. Dit is je gezondheid, oké. Okay. En die gele dingetjes zijn mijn vastberadenheidsmeter. Oh, je kan er ook speciale vaardigheden mee activeren, zeg maar. Verdien vastberadenheid door vijanden te doden, aanvallen te pareren en andere geavanceerde vaardigheden te gebruiken. It's time you learn to parry. Wait for me to make the first move. Once I strike, block my attack. Fine parry. You must parry before I strike. Is best lastig hoor. When I strike, parry. Don't block too early. Oh, de timing is echt fucking wennen, zeg. Holy shit. Good form, Jin. You're improving. Need to catch your breath? It will take more than a child to knock the wind out of me. Now then, let's see you defend against a spear. Dodge my spear, then follow up with a counterattack. Good reflexes. I am vulnerable after attacking. Excellent counter. Excellent dodge. Remember, dodge, then counterattack. You have a small opportunity to strike. Use it. You see, there is no weapon, no warrior you cannot overcome. Thank you for these lessons, Uncle. We are not finished yet. Jin Sakai, will you honor me with a sparring match? I wouldn't want to hurt you. If you're that confident, let's make this interesting. The first to land 5 strikes gets to choose dinner. I hope you like octopus. Oh, yay. Well struck, Uncle. Very good, Jin. You're too fast. Before we eat, I have one last question. For generations, our families have lived by a code. Tell me the virtues that guide us. Loyalty to our Lord. Control over our emotions. And... You know this. Honor. To fight bravely and uphold the legacy of Clan Sakai. Those are your father's words. What does honor mean to you? I guess... protecting people. The ones who can't fight for themselves. You have a good heart. But first, we must show everyone that we serve our Lord with courage, integrity, and self-control. You say that like it's easy. It's never easy, Jin. I struggle with it every day. But we must set an example for our people by remaining true to our code and to ourselves. That is the meaning of honor. Ah, not her, Samurai! Zo, hé. Good. You found your sword. Where can I find a horse? The stables aren't far. This way.
Je ziet dus ook inderdaad kleurtjes bij hun speren en bij hun aanvallen. Zodat je goed die timing kan maken en goed kan dodgen, parryen. Iets wat bijvoorbeeld niet gebeurde in het eerste gevecht, waardoor het soms nog wat lomp oogde omdat ik de besturing niet wist. Zo, maar die natuur, jongen. De manier hoe gras zo dynamisch beweegt. Islands crawling with them. Where are the stables? Behind that burning farmhouse. Follow me. En de lichtval. Zo, je waant je echt even in Japan gewoon. We can get close. Slit their throats and kill them without a sound. Without honor. I will not break my code. Face me, invader! Richt je zwaard aanvallen door L te bewegen. Oké. Ja. Val de gemarkeerde vijand aan. It's close. We can't save everyone. So. And I can finally help. Dat maakt deze game zo uniek. More guards. Don't let anyone escape. Thank you, my lord. They said all the samurai were dead. Do you have somewhere to hide? I heard Golden Temple might be safe. Go. Stay off the roads. And guard your son with your life. You risked your life for them. They couldn't defend themselves. And I can't let more of our people die. They're not the only ones who need you. My brother. The Mongols took him. That's why you saved me. Taka is my only family. And Lord Shimura is mine. Please. I just want my brother back. I'll help you find him after I save my uncle. I promise. I'm coming with you. Tot nu toe al een mooie verhaallijn hoor. Gewoon in die oude tijd een aanval van de Mongolen op samurai gebied. Samurai territory. En moet je kijken waar we mee dealen. Dat dynamische gras wat beweegt met de wind. Rook en hoe heette die shit? Vonken. Ik kon niet op het woord komen. Rook en vonken wat dan zo mooi dwarrelt in die lichtval. Het geeft een hele goede sfeer weer, zeg maar. Benieuwd of we hier nou naar binnen zouden kunnen. En dat kan inderdaad. Dus hier... Ik kon in één keer met haar meerennen. Maar je kan hier ook even binnenkijken en misschien wat oppakken. Nou, dat dan niet. Ik denk dat het voornamelijk al geplunderd is. Alhoewel. Oké. Ja, het is wel een coole eerste indruk voor wat er allemaal mogelijk is. Let's get to the horses. Oké, zij schiet pijlen. Ik ben de samurai. Ik wist niet eens dat hier vijanden waren, maar oké, het zal wel. They're samurai horses. The few we didn't take into battle. Lucky for them. And us. Which horse do you want? Ik wil de witte. Wow, het witte paard blijft bij voor de rest van het avontuur. Wacht heel eventjes. Ik heb een heel mooi, echt zwart paard. Dan deze witte, die ik prachtig vind. En dan ertussenin, een grijze. En ik ga voor de grijze, jongens.
Easy there. He suits you. And he needs a name. Nobu, a trusty companion. Oké, tot nu toe vind ik het een hele toffe ervaring. Het was even schakelen voor mij, want ik heb heel recent The Last of Us 2 uitgespeeld. Echt gewoon van uitspelen naar oud-Japan induiken. Dat is eventjes wennen. Maar wow, het is een zieke, zieke eerste ervaring hoor. Je zou het ook van mij horen als ik denk, nou dat vind ik niet zo tof. Ik vind bijvoorbeeld ook de performance kan echt gewoon beter. Maar ik denk ook echt dat het door de console generatie komt. We zitten echt aan het einde van een tijdperk. Dus wat ik een tijd geleden heb voorspeld, komt wel een beetje uit. De games zijn goed, ambitieus, maar toch een tikkeltje te zwaar voor de generatie consoles. Ga naar het kasteel met Yuna en kijk nou waar wij staan. Ik vind dit, denk ik, een perfecte eerste aflevering van de game. Want natuurlijk kan ik nog heel lang doorgaan. Wauw, die vuurvliegers ook. Natuurlijk kan ik nog heel lang doorgaan en er een lange aflevering van maken van bijna een uur. Maar zo'n eerste indruk, zo'n eerste aflevering wil ik niet te lang maken. We could cause a distraction. Sneak in. No. We walk in the front gate. Kotun can't set fire to our best swordsman. Humiliated my uncle. Butchered the warriors of Tsushima. I'm going to repay his kindness. By repeating the same mistakes that got your friends killed. That's what the Mongols will think. But this time, I'll strike first. Heel, heel sick. We moeten naar het kasteel gaan met Yuna. En dit was dan mijn aflevering 1 van Ghost of Tsushima. Op Den Aden. Ik hoop dat jullie ervan genieten. En ik vind het in ieder geval heel erg sick. En ik voel me echt... het voelt echt als een groot privilege om deze game al zo vroegtijdig te mogen opnemen. Het is 1 juli en de game verschijnt pas 17 juli. Aflevering 1 dus, Ghost of Tsushima. Laat me even weten wat jullie er tot nu toe van vinden. Dit is het nieuwe ambitieuze project van Sucker Punch, de makers van Infamous. En ik kan niet wachten om dit verhaal en de game te vervolgen. En dat gaan we doen door naar het kasteel te gaan in aflevering 2. Tot de volgende video, guys. Later.